Ik ben Jos Simons, ik ben dirigent van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Rotem. Al een heel tijdje. En het is zo dat het orkest eigenlijk de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen. En ik ben heel blij dat ik dat samen heb kunnen beleven en opbouwen ook met het orkest. Wij doen niet alleen wedstrijden mee, zoals vandaag, maar wij verzorgen ook verschillende grote projecten met zangers, met dans, enfin, een beetje multicultureel crossover. Vandaag was het dus, hebben we deelgenomen aan de Vlaamse Open voor Harmonie Orkesten. We hebben 3 keer al naar het WMC in Kerkrade deelgenomen daar. En het was voor ons een goed idee nu om een keer ook hier in België ons met de beste orkesten te meten. En het is, ik ben heel verheugd dat het deelnemersveld vandaag schitterend is. Ik vind het een ongelooflijke mogelijkheid of een ongelooflijke opportuniteit om hier vandaag te kunnen mee concerteren. Want voor mij is het eigenlijk meer concerteren dan concurreren met het kruim van de harmonieorkesten van België, van Vlaanderen. Wel, de orkesten die ik tot nu toe gehoord heb, ik ben zeker onder de indruk. Het zijn allemaal toporkesten. Maar het algemeen niveau ligt erg hoog. De lat ligt erg hoog en er wordt met veel beleving en overgave gemusiceerd. Dus heel positief over de ganse lijn.